Abdou Bouzera van de Arabisch-Europese Liga. U heeft een cartoon getekend en geplaatst op de website van de AEL, waarin wordt gesuggereerd dat de Joden de Holocaust zelf hebben bedacht. Waarom heeft u die cartoon gemaakt? In de nasleep van de Deense cartoonrellen, zoals het in het Westen bekend staat, ontstond er een debat, in het bijzonder hier in Nederland, waarin werd gesteld dat onder de vrijheid van meningsuiting men een ieder mag beledigen en dat over smaak niet te twisten valt. En wat een goede cartoon is, om maar terug te komen op die vraag. Zoiets als een goede cartoon bestaat eigenlijk niet. En zoiets als een slechte cartoon bestaat eigenlijk ook niet. Nee, maar u dacht, ik wil in reactie op die rellen in Denemarken? Nee. Op de cartoons uit Denemarken? Nee, het ging echt om de discussie die ontstond, waarin werd gesteld dat men onder het mom van vrijheid van meningsuiting mag beledigen. En dat moslims eigenlijk achterlijk zijn en niet zo goed begrijpen dat cartoons maar cartoons zijn en niet kunnen krenken. Toen hebben we gezegd, oké, het is inderdaad zo dat er niet zoiets bestaat als een religieus persoon in het seculiere Westen. Althans wel Jezus uiteraard, maar ook Jezus is al meerdere malen belachelijk gemaakt. En waar het ons om ging, is die heilige huisjes opzoeken en daarmee het de seculiere Westen confronteren, dat hier ook gevoeligheden staan. U heeft de Joden uitgekozen. Meneer Nathaniel gaat daar zo meteen op reageren. Eerst even over die cartoon. Volgens het OM is hij strafbaar, dus we gaan hem niet laten zien. Zou u hem willen omschrijven? Wat is er op te zien? Heel kort samengesteld, of samengevat moet ik zeggen, zijn er twee mannen te zien die lijken bij elkaar vegen, waarbij de ene zegt van we gaan het niet redden en de ander antwoordt we moeten toch aan de 6 miljoen zien te komen. Ja, dat zijn dan Joden, want het wordt gezegd, ik denk dat het Joden zijn. En dan zegt die ander, we moeten toch naar die 6 miljoen. Daarmee suggereert u dat er bij de Holocaust geen 6 miljoen mensen zijn omgekomen. Die cartoon kan niet losgezien worden. A, van de context waarin we ze geplaatst hebben. B, van de rol die we als activisten hebben. En C, van het consequent plaatsen van de cartoon met een boodschap erbij dat wij de inhoud van de cartoon niet steunen. En dat wij dat in het kader van artistieke expressie hebben gedaan. Om terug te komen, we hebben niet alleen een cartoon over Joden gemaakt, maar meerdere cartoons die als seksistisch kunnen worden ervaren door vrouwen. Andere cartoons die door bijvoorbeeld homoseksuelen als beledigend kunnen worden ervaren. Dat allemaal om het debat los te maken, zegt u. Dat was het debat over de vrijheid van meningsuiting. Ja. Heeft u het idee dat u mensen gekwetst heeft? Deze meneer die naast me zit, de heer Nathaniel, die zal wellicht straks gaan beweren dat hij wel gekwetst is. Maar een ieder die de boodschap naast de cartoon leest en begrijpt waar het om gaat, kan niet beledigd zijn. Immers de AEL ondersteunt niet de boodschap dat er minder dan 6 miljoen Joden zijn vermoord. U heeft alleen gesuggereerd. De cartoon op zichzelf staand, als je die op een website zet zonder de boodschap, zonder het verhaal erachter, kan die beledigend zijn. Maar dat is niet het geval. Het woord Auschwitz staat ook in de cartoon. Zelfs het woord Auschwitz staat ook in de cartoon. Ja. Anders is het geen Holocaust-cartoon. Dat heeft heel goed gezien, meneer Knevel. Ja. Vooropgesteld, deze cartoon is gemaakt om te shockeren. Ja. Hij is niet gemaakt om erom te lachen. Ik heb zelf aangegeven dat hij onsmakelijk is. Vindt u zelf ook? Ja. Dat heb ik meerdere malen aangegeven. Ik vind het een onsmakelijke cartoon. Dat vind ik van alle cartoons die gemaakt zijn. En als u mij vraagt, is het de meest onsmakelijke cartoon? Nee, er zijn nog meer onsmakelijke cartoons. We hebben nog een andere, die mogen we wel bekijken, want die is volgens de OM niet strafbaar. Ja. Die kunnen we als het goed is niet zien nu. Dat gaat over... Ja, kunt u vertellen wat we zien? Hier zien we Anne Frank naast Hitler leggen, waarin hij in het Engels tegenzet, schrijf dit maar in je agenda. Of pardon, in uw dagboek. Ja, ook niet echt smaakvol. Ik hoor trouwens mensen lachen in het publiek. Ik heb er niet om kunnen lachen. Heel weinig. Maar kijk. Oké, nee, punt is helder. Want ik ga naar meneer Nathaniel, want die zit te rijden op zijn stoel, om het zo maar even te zeggen. Hoe reageert u op deze beide cartoons, voordat we de juridische vraag stellen? Hoe komen ze bij u binnen? Ja, met eigenlijk totale verbijstering. Ik begrijp dat de AEL zich aangesproken voelt door de discussie over de Mohammed-cartoons. Maar wat ik absoluut niet begrijp is waarom dan vervolgens de AEL de Joden moet uitkiezen, als mikpunt moet nemen voor de boosheid over die cartoons. Het is volstrekt onduidelijk, want de Joden hebben helemaal niks te maken met die Mohammed-cartoons. En bovendien, in wat voor wereld zouden wij gaan leven als je beledigd wordt en vervolgens ieder ander maar gaat zitten beledigen? Dat is precies wat er wel gebeurd is. Even meneer Nathaniel, u heeft de ruimte gehad. Dat is precies wat er wel gebeurd is. Als
alle Joden in Nederland die antisemitisme meemaken... En waar het OM ook niks soms tegen doet... als al die Joden opeens moslims zouden gaan beledigen... omdat ze zo nodig zijn gekwetst of omdat dat nou allemaal mag... dan komen we in een wereld van agressie, van narigheid. Iets wat in een fatsoenlijke samenleving niet hoort. En ik denk dat dat de essentie is... dat het fatsoen bij de AEL ten ene male ontbreekt over deze cartoons. U mag ze niet meer publiceren. Wij hebben hem hier liggen. Wij mogen hem niet publiceren, want het OM heeft gezegd... dit is strafbaar. Onaanvaardbaar, strafbaar. Mm-hmm. Blijft u hem op de website zetten? Sterker nog, hij was eraf. Tot gisteren was hij eraf, vanaf 2006. En ik heb hem gisteren er bewust weer opgezet. Hij was er niet af, overigens. Hij was er wel af. Hij was op de Nederlandse site. Op nu, de andere nu site van de rol te nemen die u bij mij heeft gedaan. Andere, u moet mij niet onderbreken. Nee, maar u moet niet de onwaarheid spreken. Nee, maar dat doet u. U zegt hij was eraf. U stelt mij een vraag en ik ga u een antwoord geven. U zegt hij was eraf. De vraag was u heeft hem erop gezet. Ik heb hem erop gezet, inderdaad. Waarom heb ik hem erop gezet? U heeft hem weer opnieuw erop gezet. Inderdaad, omdat de juridische... interpretatie die het OM geeft aan de Deense cartoon... waarvan ik vind dat die ook niet vervolgd moet worden... althans, hier gaat het om Wilders en in mindere mate Nova... maar Wilders in Kassel niet vervolgd had moeten worden... maar daar houdt men een argumentatie aan vast... dat Mohammed niet kan worden gezien als symbool van moslims. Nee. En om die... Ja? Nee, u nog even verder en dan mag ik even verder, inderdaad. Ja, kort. En bij de cartoons waar het gaat om de Holocaust... zegt men dat daar de Joden beledigd zijn... vanwege het feit dat daarin wordt gesuggereerd dat de Joden de Holocaust hebben verzonnen. Maar in deze cartoon juist, in tegenstelling tot deze cartoon... was onze intentie niet om te beledigen. Terwijl dat bij Wilders en in mindere mate bij de Deense cartoonist wel het geval was. Dus bij onze cartoon, als we toch juridisch de meetlat eraan vast moeten houden... dan dienen wij niet vervolgd te worden. Dat is de Holocaust cartoon. Je hebt ook nog een Anne Frank cartoon. Eventjes, u zei net even kort, hij was van de website afgehaald. U zegt van niet, maar het was een andere website? Nee. Dat is een website van de AEL. Op Nederland gericht. Justitie heeft ook met nadruk gezegd... Kunnen Nederlanders Arabisch dat lezen? Dat is de Al-Muftimun website van de AEL. En daar stond die cartoon nog gewoon op. Die heeft er jarenlang op gestaan. Het is op zichzelf al treurig dat het zo lang heeft geduurd... Want dat justitie iets heeft gedaan. U bent de organisatie geweest die een aanklacht heeft ingediend... Jazeker, bij justitie tegen deze cartoon. Dat hebben wij gedaan omdat wij ook van mening zijn... dat de ene belediging niet de andere is. Het is bovendien niet zo dat alle beledigingen die je uit... ten opzichte van mensen, dat die strafbaar zijn. Maar degene die u heeft gemaakt... U heeft gemaakt, want u bent de cartoonist. En ik vind het ook een verwrongen gedachte dat je over Auschwitz zo kan publiceren... en vervolgens zegt, nee, hij was niet bedoeld om te beledigen. Maar goed... Hij was bedoeld om te shockeren. Ja, hij was bedoeld. Maar hoe kom je erbij om dan te praten over lijken... en dan over joden te tellen? Ik ken de gevoeligheden. Ik ken de gevoeligheden. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Dan gaat u dat het doen. Is een taboe. Het is niet de enige taboe die ik daarin heb besproken in de cartoon. Maar daar zit het verschil. Nee, de cartoon verschil. Van Mohammed is niet gelijkwaardig aan de cartoon het die u als hier volgt, doet. Dat wij door middel van de cartoons hebben getracht een spiegelbeeld voor te houden. En daarin geeft u gelijk, dat het smakeloos... Maar de kernvraag is, waarom beledigt u dan geen IJslanders, Nieuw-Zeelanders en Nooren, maar uitgerekend Joden? Omdat ik, al heb aangegeven dat IJslanders zijn geen taboe. Ik weet niet of u een grap over een IJslander... Ja, tegenwoordig kan dat wel, maar Joden, is geen taboe. Joden zijn op zichzelf ook geen taboe, maar hier gaat het erom, zoals justitie dat precies formuleert, dat als je een groep beledigt, dan is dat op zichzelf nog niet strafbaar. Kijk. Maar het gaat erover dat je iets doet, een uiting doet... die beledigend is over die groep. Vooropgesteld. Kijk, dat wij... Dat u wordt gekwetst, is helemaal niet van belang. Dat is voor de juridische kant niet van belang. Maar dat er iets wordt geuit dat beledigend is... over een groep, dat is iets heel anders dan dat je de profeet beledigt... of dat je de godsdienst beledigt. Maar het gaat over de groep als zodanig. En we hebben hier te maken met iets wat over de Joodse gemeenschap... in zijn totaliteit is gekomen. En zou je dan wel die Anne Frank, die Anne Frank cartoon... waar Anne Frank bij Hitler in bed ligt, zou je die dan wel accepteren? Ja, kijk, weet u, ik was over die cartoon gechoqueerd. Maar het is duidelijk dat justitie...
deze niet beledigend vindt. Voor de hele groep. Over de groep. Voor de hele groep. Kijk, waar en daar leg ik mij dus, ook gewoon bij neer. Ja, en wat de AEL had moeten doen over die cartoon van Mohammed, waar het hier was gaat als elke democratische organisatie. Als elke democratische organisatie naar de rechter gaan. En naar de rechter gaan. Een artikel 12 procedure starten en te zeggen van wij vinden dat ook deze cartoon zou moeten worden bespaard. Ja. U hoeft geen artikel 12 procedure te beginnen. Waarom wilt u choqueren? Heel simpel, meneer. Ik zal u antwoorden. Namelijk, sinds een kleine 10 jaar wordt onder het mom van vrijheid van meningsuiting wordt de moslimgemeenschap niet alleen maar gechoqueerd, maar ook beledigd. Nu, een belediging kan men nooit objectief aan objectieve criteria houden. Het OM stelt dat de profeet Mohammed geen symbool is voor de moslims. Dan zal een meerderheid, en dat kan ik u garanderen, ik behoor namelijk tot die groep, wel als een belediging opvatten. De politieke opvatting van de AEL is dat in het kader van vrijheid van meningsuiting men alles moet kunnen zeggen en doen, maar tegelijkertijd als burger dat men daar een bepaalde tact in moet houden. En nu het antwoord op de vragen van meneer Naftaniel. Heel kort, namelijk het volgende. Waarom kiest de AEL namelijk bewust voor de Joden, of bewust bijvoorbeeld voor het homohuwelijk, of bewust voor bijvoorbeeld een seksistisch onderwerp, is namelijk die taboes tackelen en een spiegel voorhouden. Immers, wij zijn een product van twee beschavingen. De moslimbeschaving en de Europese beschaving. De gevoeligheden waar ik mee bekend ben in de islamitische wereld, daar ben ik ook hiermee bekend. En als activisten, en die rol die onderstreep ik hierbij, kunnen wij en mogen wij in het kader van artistieke expressie, namelijk het debat gaan opzoeken. En de beslissing van het OM heeft juist geïllustreerd dat wij gelijk hebben. Dat er sprake is van twee maten en twee gewichten. U mag zonder meer het debat opzoeken, dat is geen probleem. Maar u moet niet verontwaardigd zijn als vervolgens u bepaalde zaken niet mag zeggen. Vindt u de held uit van het vrije woord, terwijl gelijktijdig... Ik consumeer het vrije woord. Terwijl u gelijktijdig een organisatie bent die roept dat Israël dood moet, Amerika dood moet, die bij Sami Kuntar op bezoek gaat. Dat is een terrorist die 4 Israëlische kinderen heeft vermoord. En daar gaat u op bezoek. Israël heeft op 1 volwassene 100 kinderen vermoord. Ja, als we statistieken erbij gaan halen, dan zijn we heel snel klaar met het internationaal. We gaan niet over statistieken praten. Dat is een nadeel. U moet mij niet verwijten dat ik een racistische entiteit als Israël, namelijk verwijt dat het geen recht heeft om te bestaan, want het is gebouwd op Palestijnse grond. Maar nu komen we precies tot de kern. De discussie wordt verlegd. Tot de kern van het probleem. U zoekt de Joden uit omdat u tegen Israël bent, omdat u vindt dat de Joden waarom per definitie homoseksuelen uit? Die hebben niks zijn met Palestina te maken. Waarom precies dezelfde, omdat ze niet in uw maatschappelijk plaatje passen. Nee, helemaal niet. Ik confronteer een seculiere Westen, namelijk met heilige huisjes. Ik heb aangegeven dat de intentie niet... Weet u wat u voor heilige huisjes moet kiezen? De democratie in de Arabische wereld. Het vrije woord in de Arabische wereld. Daar zijn de heilige huisjes die u een keer zou moeten opzoeken. Waar mijn kinderen opsluit. Dat is uw democratie. Als Arabisch-Europese Liga... Beide heren, wij verplaatsen... Wij verplaatsen het probleem nu van een discussie over cartoons, want daar zouden we het over hebben, naar de problematiek in het Midden-Oosten. Maar ik proef bij u, en ik proef ook bij u, u wilde voor deze uitzending wilde u hem geen hand geven. Inderdaad. Toen dacht ik, het gaat niet om cartoons alleen. Het gaat bij u om een veel dieper liggend probleem. Want u wilde een vertegenwoordiger van de zionistische entiteit, zoals u dat noemde, wilde u geen hand geven. Dus ik was geschokt door het feit dat u hier kwam en deze meneer geen hand wilde geven. Zit er bij u niet wat anders onder? Als ik hem een hand geef, dan ben ik geen knip voor de neus waard. Ik ben hier niet gekomen om handjes te geven met meneer Naftaniel. Ik ben hier gekomen met hem te debatteren. Dat wil ik beschaafd doen. Dat wil ik binnen de regels van het publieke debat doen. Maar ik ben geen hypocriet. Deze meneer is de advocaat van de duivel. Deze meneer heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen oorlog op elk volwassene 100 kinderen werden kapot gebombardeerd en weggemarcheerd. Maar verklaart dit maar niet? En daarom maakt u cartoons en beledigt u de Joodse gemeenschap en beledigt u, de Nederlandse samenleving in zijn totaliteit. Nee, weet u wat u doet? Argumenten. U plaatst zich buiten de gemeenschap op deze zaak. U heeft aangifte tegen ons gedaan. Dat is een normaal om ons buitenspel te zetten in het publieke helemaal debat. Niks ervan. En u zult falen. Net zo goed als dat Israël zal falen.
Ja, ik denk dat slotwoord. U? Ik denk dat u moreel faalt. Wat u doet, kijk, is kwaad u over moraliteit met kwaad tegen mij gaat prediken, gaat u maar in eigen huis prediken. U moet niet wijzen gaat aan kwijt, mij. Kwaad met inderdaad. Kwaad vergelden. Ik u, niet kwaad dat doet kwaad. U wel. U bent, namelijk... u bent gefrustreerd en u wentelt ja, kijk, uw nee, frustratie op de Joden af. Nee, dat is een geëikt ouderwets principe. Dan had u niet wij hebben debat dat lang gaan. Genoeg meegemaakt. Stop. Ik het ga met u in debat. Het is Israël die onschuldige vermoord. Het is Israël die genocide pleegt. Meneer Aftalia, stil nog de cijfers, nog de argumenten, nog het internationale recht, nog het internationaal publiek aan uw kant. Precies. U zegt precies waar het nu om gaat. Nee, dat is een andere discussie. Het is een sentiment opwerpen alsof wij verantwoordelijk zijn voor de Holocaust. Nou, u mijn grootouders zijn niet verantwoordelijk voor de Holocaust. Nee, maar u zegt precies waar het nu om gaat en waarom u deze cartoons heeft gemaakt. Goed. Dat was het slotwoord. Ja. Dank voor jullie komst, maar we zijn er nog niet. Dat zou ik wel zeggen. Dat zal nog wel even duren. Conclusie.